nu? Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een shopblog laten zien. Ik ben namelijk, voor ik op vakantie ging, daarom heb ik ook een beetje een kleurtje gekregen. Ben ik gaan shoppen, wezen shoppen in Zwolle. En ja, ik wou nog allemaal nieuwe kleren, een beetje voor de zomer. En gewoon, ik heb altijd nieuwe kleren nodig, want altijd kijk ik in mijn kast en weet ik nooit wat ik aan moet doen. En dan denk ik, oké, het is weer zover, ik moet shoppen. Dus ik heb al wat dingen gehad. Al moet ik zeggen, nou, dat zeg ik straks wel. In een bepaalde winkel ben ik niet zo goed geslaagd, waar ik normaal op zich wel goed slaag. Dus ja, ben jij benieuwd wat ik allemaal heb geshopt qua kleren en weet ik het allemaal wat? Blijf dan vooral kijken en doe deze video een duimpje omhoog. Laten we maar snel beginnen met het eerste kledingstuk. Oh ja, en even een disclaimer. Het weer is echt zo raar vandaag. De ene keer schijnt de zon echt volop en is het best wel warm. En de andere keer is het echt dikke bewolking en alsof het elk moment kan regenen. Dus lichtverschil kan wel heel erg vallend zijn deze video, maar ik kan er even niks aan doen. Dus ik doe mijn best. Oké, laten we beginnen. Als allereerst gingen we naar de Primark, omdat ik daar eigenlijk altijd wel slaag en dan haal ik gelijk daar heel veel spullen. Maar dit keer viel het een beetje tegen, vond ik. Ik kwam er namelijk voor één doel eigenlijk echt. En dat was make-up halen. Want ik ga namelijk een video maken of opnemen en daarvoor had ik dat nodig. En dat zie je dan wel wat voor video dat wordt. Maar toen ging, ja, zoals altijd, ook nog even kijken bij de kleding. Maar dat vond ik dus echt heel erg tegenvallen. Ik heb uiteindelijk maar één kledingstuk bij de Primark gehaald. En dat is eigenlijk ook best wel iets saais gewoon. Dat is namelijk deze zwarte broek. Het is eigenlijk gewoon echt een zwarte volledige high-waisted skinny jeans. Maat 36 is dit en het past echt perfect bij mij. En hij was dus maar 11 euro. Dus toen ik thuis kwam dacht ik ook echt, waarom heb ik er niet gewoon gelijk twee gehaald? Want zwarte broeken, daar kun je er gewoon nooit genoeg van hebben. Ja, meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Gewoon een mooie zwarte broek, skinny, high-waisted. Zit perfect en ik ben er super blij mee voor maar 11 euro. Dan heb ik dus nog van de Primark heel veel make-up gehaald. Dat is dus voor een video wat ik net al zei en daar ga ik dus niet te veel op in nu, want dat komt in een andere video. Maar dat heb ik ook nog allemaal gehaald en dat is echt, geloof mij, een heleboel. Ik heb trouwens hier allemaal bonnen voor de prijs. En dan gaan we door naar de volgende winkel, de H&M. En ja, ik moet daar de laatste tijd wel echt mijn best doen om daar iets leuks te vinden. Maar ik heb wat gevonden. Het is namelijk deze jumpsuit. Een korte. Oké, ik zie dat hij op de camera het beeld heel erg fel rood is. Maar het is eigenlijk meer bordeaux rood. Ik vond hem super leuk. Het heeft een hele leuke printje qua bloemen. Van die, ja, bloemetjes. En een zakje. En gewoon een V-hals. Hier zo. En lekker kort en zwierig. En voor warme zomerdagen kan dit gewoon niet ontbreken in mijn kast. Ik vind dat altijd super fijn. Je trekt het mooi makkelijk aan. Ik vind het gewoon een super leuk ding. Ik hou echt van rood. Dus deze. Deze was €14,99. Oké, dan gaan we door naar de Bershka. En bij de Bershka slaag ik zoals altijd. Altijd. Ik begin gewoon gelijk met wat ik nu aan heb. Dat is een shirtje van de Bershka. Dit witte shirtje. Er staat Saint Moi, volgens mij. Ja. Met hele leuke kleurtjes. En ik wou sowieso nog heel veel shirtjes halen, want ik heb er gewoon, ja, ik weet niet. Het komt altijd van pas en ik had er gewoon nog wat nodig. En wit vind ik altijd leuk. Dus dit shirtje, en die was volgens mij, kijken, maar 5 euro. Want er waren allemaal shirtjes voor maar 5 euro. Dus ik had er al gelijk 9 gepakt of zo. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel weer een beetje overdreven. Dus laten we er maar een paar kiezen. Nou, dat is dus deze. En voor 5 euro, altijd een leuk shirtje. Ik sluit het zeg maar helemaal goed aan. Dit is ook niet helemaal wijd of zo. Dus ja, ik vind hem leuk. En hij kan ook gewoon fijn in de broek. Het is niet dat hij heel lang is of zo. Dus deze is echt perfect voor mij. Volgens mij was dit een XS. Oeh. Ja, dit is shirtje 1. Want ik heb er namelijk nog één. En dat is ook een wit shirtje, maar met iets anders. Namelijk deze Diversity shirtje. Ook een beetje met van die kleurtjes, zeg maar. Deze is wel iets groter dan wat ik nu aan heb. Maar ik vond het gewoon een handig, leuk shirtje. Altijd goed. Dit is maat S. Ja, kun je leuk in je broek doen. Je kan het er leuk overheen, nonchalant doen. Wat ik al zei, 5 euro is deze. Dus
mooi meegenomen, kan ik niet laten liggen. Dan heb ik nog iets heel leuks van de Bershka. En dat is dit hele leuke off-the-shoulder shirt. Ik ben hier echt verliefd op. Ik heb hem ook al aangehad als je me op Instagram volgt. Dat is Floor Delver. Heb je ook al dit shirtje voorbij zien komen? Ik vind hem heel leuk. Want hij gaat dus gewoon zo off the shoulder. En het is dus een beetje licht oudrozig. Een beetje zwierig. Je kan het in je broek doen. Dat heb ik gedaan. Maar je kan het ook gewoon eruit doen. Dan staat het ook leuk. En hij heeft echt van die hele schattige driekwart mouwen. Met van die ruffle-achtige dingetjes. Ik vind het heel erg schattig. Er zit ook nog een soort split in. Dit is gewoon echt een floor shirtje. Ik heb hem in een maatje XS. Dus deze zit echt perfect. Ik vind hem helemaal leuk. Ik ben er helemaal verliefd op. En deze was 15 euro. En dan gaan we alweer naar het laatste kledingstuk van de Bershka. En die heb je ook op Instagram voorbij zien komen. En daar heb ik ook heel veel complimentjes van gekregen. Dus iedereen bedankt daarvoor. En dat is iets wat ik eigenlijk helemaal nog niet heb in mijn kast. Een, ja, hoe noem je dat? Een broekpak? Ik noem het een broekpak. Dit lange ding. En die heeft van die wijde pijpen aan de onderkant. Ik vind het printje heel erg leuk. Zwart-witte strepen. En het zit gewoon echt super leuk. En hij past. En daar ben ik dus heel blij mee. In ieder geval, deze broek, pak. Ja. Ik ben er verliefd op. Ik vind hem leuk. Ik heb hem in een maatje S. Deze was €17,99. Ik kreeg even bezoek. Maakt niet uit. Ik eet even mijn Twitch op. Was het gebleven. Oké, volgens mij kwamen we nu bij de winkel de kostes. En bij de kostes, daar kom ik eigenlijk helemaal niet zo vaak. Maar ik liep er langs en ik zag echt hele leuke dingen. Dus ik dacht, nou, mooi, we gaan erheen. Ik heb uiteindelijk één shirtje ook weer gekocht bij de kostes. En dat is dit shirtje. Oh, het is ook weer wit. Oeps. Dit shirtje. En het staat op Julie. En ik vond hem zo schattig. En ook wel gewoon goed kwaliteitje. Weer een wit shirtje. Ik wou dus meer shirtjes en nou heb ik dat. En ik vind deze heel schattig, want hij heeft rode met lichtroze stipjes er zo op. Ik heb maatje XS. En deze was... Oh, trouwens, ze gingen hem ook heel leuk inpakken en zo. Het was echt een cadeautje voor mezelf. Deze was €25. En dan komen we alweer bij het laatste item. En dat heb ik niet in Nederland gekocht. Ik heb hem namelijk op vakantie gekocht. Maar het is wel een winkel te koop waar je, wat ook gewoon in Nederland is. En dat is namelijk bij de Pooh & Bear. En bij de Pooh & Bear heb ik een heel leuk kort broekje gehaald. Kijk hoe leuk. Oké, op camera is die ook weer best wel geel. Maar het is meer okergeel of mosterdgeel. Hoe je het ook wil noemen. En ik vind het zo'n leuk kort broekje. Hij is lekker zwierig. En hij heeft dus hier van die touwtjes waarmee je het aan kan strikken. En zo'n leuk strikje hebt. De bovenkant heeft ook een beetje zo'n ruffle-achtig effect. En er zit elastiek in, dus het past echt perfect. Het is gewoon echt een superleuk broekje. En leuk printje, leuk kleurtje. En dit was een maat S. Past perfect. Ik heb dus een maatje S. En deze was maar €10. Dus van de Pooh & Bear, heel leuk broekje voor maar €10. Het is echt een score. Superleuk, super schattig. Echt mijn ding. Nou, en eigenlijk zijn we er nu al doorheen. Wat ik al zei, het is niet heel erg boeiend allemaal, maar vooral veel shirtjes en dingen wat ik ook wel echt nodig had. En ik ga ook nog wat dingen bestellen, omdat ik dat gewoon leuk vind. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe een duimpje omhoog als je dat zo vindt. En ja, ik hou van shoplogs ook om te kijken, dus ik dacht ik neem gewoon een shoplog op. Ik heb uiteindelijk dus 8 dingen gekocht en ik ben er echt super blij mee en nog heel veel make-up dus. Maar er komt dus een video nog aan en die komt denk ik volgende week online. Dat denk ik wel. Dus abonneer zeker op mijn kanaal om die video's niet te missen. Elke zondag upload ik namelijk om 8 uur. Al is deze video niet om 8 uur. Sorry daarvoor. Dit was de video, want anders blijf ik nog uren doorpraten. Tot de volgende keer.